De activiteiten van Van den Haak Transmission bestaan uit dagdistributie en nachtdistributie. Waarbij één chauffeur 's avonds om 11 uur begint, gaat vervolgens zijn nachtdistributierit rijden. Deze komt circa 8 uur 's morgens terug op de vestiging. En vervolgens gaat een dagchauffeur met hetzelfde voertuig in de dag de goederen leveren in onze eigen regio. Wij hebben onze voertuigen uitgerust met de Optitronics, onder deze een positieve bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Met name door de toename van de verkeersintensiteit kan de chauffeur zich beter concentreren op wat er om hem heen gebeurt. Daarnaast is het de fysieke belasting, mede omdat onze chauffeurs in de regio met 40 à 50 distributieadressen per dag werkzaam zijn, zagen wij fysieke problemen ontstaan, waardoor de keuze voor de Optitronic is gemaakt. Hierbij wordt de chauffeur dus minder zwaar fysiek belast. De sterke punten van de Optitronic die door onze chauffeurs ervaren worden, zijn het bedieningsgemak. Er wordt veel opgetrokken, veel schakelwerk, veel stedelijke distributie. En het bedieningsgemak waarmee het voertuig zich laat bedienen wordt dan ook als zeer positief ervaren. Daarnaast levert de 220 pk krachtbron dusdanig veel vermogen dat het rijcomfort ook enorm is verbeterd. Het brandstofverbruik van onze voertuigen wordt wekelijks gemeten. De doelstelling om met de Optitronic te rijden is dat wij een brandstofreductie kunnen realiseren van 3%, hetgeen voor ons zal betekenen dat wij een totaal aantal liters zullen kunnen besparen van circa 8000 op jaarbasis. De opvolging van ons brandstofverbruik wordt door onze chauffeurs als zeer positief ervaren. Er is zelfs een onderlinge competitie ontstaan waarbij chauffeurs steeds zuiniger proberen te rijden en eigenlijk hiermee een extra bijdrage leveren aan de brandstofreductie.